Rino, hier op de tuinbouwschool worden heel veel planten in pot gekweekt. Of in container, waarom? Ja, enerzijds omdat het gemakkelijk is. En anderzijds omdat dan Hans het jaar door kunt planten in uw tuin. Dus niet alleen heesters zie ik hier in pot of container staan, maar ook blijkbaar vaste planten. Ja, en hier hebben we dan een vaste plant, met name astilbe. Ja, en zoals hij hier in pot staat, leent hij er zich dus wel toe om ook in de volle zomer eigenlijk te kunnen planten. Ja. Want mochten we die uit volle grond uitdoen, dan zouden we gegarandeerd schade aan ons wortel gesteld hebben. Ja. Dus, ja, kijk, ze geeft dus al groeipunten bij. Mm-hmm. Maar er is één zaak wat we nooit mogen vergeten bij containers, Stefan, en dat is hier het onderste. Dus die wortels zijn gewoon van rond te draaien. Ja. We moeten dat doorbreken. Doorbreken, vooraleer we planten? Vooraleer dat we planten. Kunnen we doen op twee manieren. Ofwel nijpen we zo een keer goed zodat die wortels kapot zijn. Dat kraakt eigenlijk. Dat kraakt. Ofwel, ik ga nu de snoeischaar nemen omdat ik geen mes bij mij heb. Maar ofwel kunnen we echt die wortels hier doorsnijden. Zo, kijk, zodanig dat ze nu recht in de grond kunnen wortelen. Ja. Dus die plant is in principe nu klaar. Die plant is nu klaar om met alle slagingskansen te groeien. Je zou het misschien niet zeggen, maar dit is de kruilhazelaar. Oei. Ja. Weinig krul. Ja, maar veel hazelaar. Veel wilde hazelaar, precies. En dat is dus een geënte plant waarvan de onderstam, en die zit hier, dus hier zo, ja, de boven uitgeschoten is. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, de onderstam is aan het opschieten. Ja. Die rooft eigenlijk energie en voeding weg. Ja. En ten nadele van onze ent, die eigenlijk... Dit moest eigenlijk overgebleven zijn. Dit moest eigenlijk overgebleven zijn. Okay. Ja. Dus daar is werk aan. Daar is werk aan. Het voordeel van een container is dat we dat heel kort kunnen afsnijden. Ja. Zo gaat dat niet. Die potrand is in de weg. Ja, tuurlijk. Dus we gaan er hem uitnemen. Mm-hmm. En nu hebben we meer kans om dat wild zo kort dat we kunnen weg te snoeien. Kijk, heel voorzichtig, heel kort weg te snoeien. Ja, dat we alleen de ent over ja. Dus mocht ik het gewoon in de pot laten staan en ik knip het zo af, doe ik het eigenlijk volledig fout. Dan doet het niet goed, nee. Werk aan de containerplanten betekent natuurlijk niet alleen het wegsnoeien van die wilde scheuten. Nee, nee, het zijn er natuurlijk nog bij die een andere kleur kunnen krijgen. Die eigenlijk verlopen dan? Die eigenlijk verlopen en dan zien we hier zeer duidelijk bij de olijfwil. Ja, kijk Stefan, hier hebben we dan zo'n plant die verloopt. Dus hier heb je de goede twijgen, laten we zeggen. De siervariëteit. De siervariëteit. Terwijl hier bovenaan zeer duidelijk zichtbaar is de groene scheuten, wat wij dus verlopers noemen. Dus op dezelfde tak verloopt hij van kleur. Op dezelfde tak verloopt hij van kleur, ja. En die wilde takken knippen we er best van. Ja, en wanneer we daar nu niks aan doen, dan krijgen we het volgende. Dan krijgen we dit hier. Kijk. Die. Je ziet hier geen geel meer. Nee. Maar wel volledig groen. Volledig verlopen dus. Volledig verlopen. Die plant verandert van naam. Ja. En die wordt dan, ja, nu zei Bingy. Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, onze eerste plant hier, snoeien we die. Ja. Voilà. En dan hebben we alleen onze siervariëteit ook. En nu is die perfect in orde. Dus we hebben hier niet alleen vaste planten en heesters gezien in pot, Rino, maar ook bomen. Ja. Nu, wat ik me afvraag, kunnen die bomen eigenlijk in die potten wel overleven? Ja, die kunnen overleven. Ja. Het is een relatief grote pot voor zo'n boom. Mm-hmm. Ja. Droogt het niet snel uit in die potten? Ja, dat wel. Hè. Als je een keer naar boven kijkt, staan hier allemaal samen. Dus dat bladerdek, dat bedekt alles. En als het regent, valt dat dus niet in de pot. Dus ze zijn wel verplicht om water bij te geven. Water bij te geven. Ik zie hier ook meststof die gedoseerd gegeven wordt op die potten. Ja, dus aangezien dat ze boven de grond zitten, moeten wij ze iets in voeding geven. Hè. En zijn ze beperkt in hoogte als ze in pot staan? Of worden de bomen niet... Ze groeien veel trager. Hè? Trager. Dat in elk geval. Nu, in geval dat je die boom nu wilt uitplanten in de volle grond, dan doen we feitelijk dezelfde handelingen als de siereesters. Ja. Dus ook die pot daaraf. Loskneden. Van onderen loskneden, maar dat zal moeilijk gaan, want die kluit is veel groter. Dus moeten we hier met een mes inderdaad die wortels wel doorknippen, laten we zeggen. En dan gewoon planten. Hè.